Hoe haal je als ondernemer en werkgever de perfecte high potential kandidaat binnen? Dat ga je leren in deze video. Blijf kijken. Welkom bij CVD-TV. Bij mij te gast Leon Spek van Sales Supply die daar alles vanaf weet. Leon, van harte welkom. Dank je Tenminste, dat is maar een claim die ik maak. Maar jij doet dit soort werk hè? Alleen maar. Ja, wat, wat doe je? Wij doen uh, recruitment. Dat betekent het uh, recruiten van uh, kandidaten voor onze klanten. Uh, specialisatie in uh, salesfuncties, maar ook in uh, management directiefuncties. Oké, okay. Sales Supply het bedrijf. Ja. Wat betekent die naam? Ja, wij zijn zo goed in het leveren, supplyen van ja. mensen, omdat wij uh, de sales skills hebben. Wij werken alleen maar met 55 plus uh, jaar uh, oude sales rotten uit het vak. Ja. En uh, ja, recruitment is sales geworden. Je hebt sales kwaliteiten nodig om die kandidaten, die prima op een plek zitten, uit die markt te trekken. Vier tips uh, om, dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen, die ga je delen in deze video. De eerste is werving. Maak de vacature duidelijk en aantrekkelijk. Hoe doe je dat? Ja, belangrijk. Eén, um, het euroteken. Zorg gewoon voor dat je duidelijk bent over de arbeidsvoorwaarden. Mensen uh, zitten daar toch ook om, ook zeg ik, uh, niet alleen, maar ook, ook om centjes te verdienen. Wees dan ook duidelijk over de arbeidsvoorwaarden, maar ook over bonusregelingen, uh, pensioen, uh, aantal vakantiedagen... Um, uh, wees er helder over. Dat is één. Twee uh, geen lange lappen met tekst. Want uh, met niemand gaat vier, vijf, en vier'tjes doorworstelen. Met een droge opzomming. Dan ben je af als, uh, als, uh, als werkgever. Dus maak een korte samenvatting. Met vooral de punten daarin terug laten komen die die functie aantrekkelijk maken. En um, als laatste. Uh, Doorgurmogelijkheden, ja, daar moet je in die vacature al duidelijk over zijn. Als iemand succesvol is, drie, vier jaar lang in die functie, waar kan iemand dan komen te staan? Dat willen mensen weten als ik nu die eurotekens, er zijn misschien werkgevers die dit zien en, uh, die, of, of die dit horen en die denken ja gast, maar dan uh, zien mijn concurrenten die zien het ook allemaal ja. en ik, uh, ik heb mensen die zijn al tien jaar in dienst en uh, die hebben nog wat andere arbeidsvoorwaarden, die komen er dan ook achter wat ik nieuwe mensen ga betalen. Wat ja. zeg je tegen dat soort werkgevers? Ja, daar hebben die kandidaten natuurlijk helemaal niets mee te maken. Dat, dat is jouw probleem. Uh, ja. Wil jij de topkandidaat binnenhalen, Zo je hier helder over moeten zijn en ja de mensen die bij jou al zo zo lang zitten of hè, eventuele discussies zul je zelf moeten oplossen maar die kandidaten die gaan niet reageren of nauwelijks reageren dat zien we ook als wij geen uh, arbeidsvoorwaarden mogen noemen dat ja. dat, dat ja, je moet gewoon transparant zijn erin helder zijn erover ja. uh, de tweede tip het proces ja. um, zorg voor een snel en helder proces schets is een snel en helder proces um, dat moet efficiënt zijn. Ik vind eigenlijk uh, al duurt het uh, sollicitatieproces uh, van kandidaat bij die werkgever uh, vier vijf stappen. Dat kan dat prima, mm. um, maar dat moet je gewoon in drie weken kunnen afronden, waarbij iedereen supergoed bereikbaar is, snelle feedback. Um, daardoor, dat voelt fijn, dat geeft een zeker gevoel aan die kandidaat. Solliciteren is toch een onzeker proces. Maak er nou een, een snel, efficiënt proces van. Dat geeft een stukje zekerheid. En dan lig jij voor op die werkgever, je concurrerende werkgever... die die kandidaat ook willen hebben... Um, die er lang over gaat doen, of waarbij de HR uh, twee weken op vakantie is en niet reageert, dan ga je, dat, ga je die strijd, de war for talent, belangrijk heden ten dagen, dan ga je die strijd winnen. Hmm. Hoe heet het? Um, hoe vaak gaat fout? Tenminste, hoe vaak zijn die processen te lang? Um, nou, bij onze klanten 50% van de gevallen. Dat okay. is echt heel veel. Okay. Ja. Okay. En waar ligt dat dan met name aan? Um, ja. Uh, Onduidelijkheid, dus van tevoren niet een helder uh, beeld hebben geschetst naar... Uh, ...de kandidaat van wat gaat er allemaal gebeuren... Ja. Uh, ...men switcht soms met stappen... ...of met uh, mensen die tijdens zo'n proces... Uh, ...bij zo'n gesprek aanwezig zijn... Uh, ...ja, niet te laten reageren... ...want er is iemand op vakantie... ...of ziek, zwak, misselijk... Uh, ...en er is geen opvolging... Hè? ...dus geen um, uh, iemand die, 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 die zo iemand eventjes kan opvangen... Ja. ...waardoor zo'n proces stokt... ...ja, en dan maak je er in plaats van een rode loperverhaal ...waarbij je de kandidaat naar binnen trekt... ...maak je er een soort van hindernisbaan van... Ja, ja, dat, 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 dat is zonde. Drie weken moet je doen, zijn, zeg jij. In drie weken moet je dat. Als je, als je het efficiënt in, in, in regelt en dan kan je prima bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek combineren met een assessment op één ochtend. Uh, dat kan je prima in drie weken doen. De derde tip: om de tafel. Verzorg een onvergetelijke kennismaking. Dat klinkt als een diner in een goed restaurant of overdrijf ja. ik dan? Ja. Nou, dat is het misschien ook wel. Ja. Hoe, hoe leuk zou het zijn dat je in plaats van een standaard één op één gesprek of iemand gaat standaard weer in presentatie. Um, ik zie bijvoorbeeld, uh, bedrijven, en dat vind ik zinnig gaaf. Dat ze dan bijvoorbeeld een lunch organiseren. En dan meet de team. Dus uh, ja, ga maar even. We, we gaan met z'n allen lunchen. En vijf van je collega's, uh, die uh, waar je heel veel mee gaat samenwerken, zijn daarbij aanwezig. Nou, dat, 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 dat vind ik heel leuk. Of wat ik ook wel zie, dat is misschien wel heel hip, maar. Um, de uh, one day uh, sollicitatie, waarbij alle stappen in één dag worden gedaan. Waarbij aan het einde van de dag gegarandeerd weet um, je krijgt een aanbod of niet. Ja, dat vind ik heel gaaf. Doe je dat dan met één kandidaat of nodig je dan meerdere kandidaten uit? Nou, vaak zie ik dat klanten dan uh, uh, drie kandidaten uitnodigen. Die dan uh, drie, vier stappen uh, in één dag afwerken, waarbij één het woord. Ja, als ze die luxe hebben, hè, want ik ja, zie ja, te veel ja, dat ze helemaal geen drie, vier kandidaten hebben. Ja. Maar het one-day concept, vind je dat een goed concept? Ja hoor, dat, uh, als, je dat als je dat heel efficiënt inregelt, waarbij je natuurlijk wel nog steeds waar, waarbij je wel alle kansen moet krijgen om kritisch te kunnen zijn. Dus ja. dat, dat je nog steeds, kijk, je moet er niet één gesprek van maken en dan is het klaar. Maar waarom zou je in ochtends niet uh, uh, twee gesprekken kunnen voeren met uh, bepaalde uh, uh, beslissers. Uh, uh, daarna een assessment die je kan laten beoordelen: is deze meneer, mevrouw de juiste man of vrouw voor de, voor de job? En als laatste, een afsluitende presentatie of case presenteren, dat kan natuurlijk in één dag. Dat is helemaal ja. niet zo ingewikkeld. Ja. Uh, de vierde tip biedt een waanzinnig concurrerende package deal. Nou, dan uh, laten we dan maar eens even de, 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 de rugnummers even concreet maken. Ja. Uh, wat moet er in een package deal zitten? Um, er hoort een besef bij voordat ik dat ga vertellen, besef dat een kandidaat die uh, wij bijvoorbeeld aan, de, aanbrengen, helemaal niet actief aan het solliciteren is. Nee. Die hebben wij met een waanzinnig gave uh, sales pitch uh, geïnteresseerd gemaakt... in jou als bedrijf, als werkgever. Um, maar dat betekent niet dat hij al binnen is... Dus uh, die heeft al een vast contract, die heeft al goede arbeidsvoorwaarden. Uh, dan kom je er niet met een marktconform salaris bijvoorbeeld. Je zal dus echt over je eigen schaduw moeten heen stappen. En een bovenmarktconform, in ieder geval boven de huidige arbeidsvoorwaarden van die kandidaat moeten, moeten aanbieden. En nee, dat gaat niet alleen over salaris. Maar salaris is wel een hele belangrijke. Uh, dus dat moet bovenmarktconform zijn. Dat moet in ieder geval uh, plus. Zoveel procent uh, ten opzichte van wat hij nou verdient. Maar ook um, um, flexibele arbeidstijden moeten erin uh, zijn. He, is, er, is er mogelijkheid überhaupt voor flexibiliteit? Um, doorgemogelijkheden, daar moet je duidelijk over zijn. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, pensioenregelingen, bonusregelingen. Um, dat moet gewoon perfect. Dus de hele package heb ik het dan over, moet gewoon perfect in orde zijn. Is hybride werken een belangrijk thema vandaag de dag bij kandidaten? Ja, steeds meer. Ja, dat is steeds meer. Eigenlijk verwachten ze dat ook hoor. Het is niet vaak niet eens meer de vraag van mag dat, maar hoeveel dagen. Dus dat, dat moet er gewoon in zitten. Helder, dankjewel voor deze tips. Wederom waardevolle tips. Leon Spek van Salesply. Supply, dankjewel dat jij mijn gast was. Uh, en we hebben meer tips verzameld. In twee andere video's vind je nog veel meer tips over dat hele recruitmentproces. En hoe jij als ondernemer of werkgever de perfecte topkandidaat binnen kan krijgen. En we hebben een prachtig ondernemersportret gemaakt met het hele verhaal van Leon en zijn prachtige bedrijf Sales Supply. Dat allemaal in de beschrijving van deze video. En bij het luisteren naar de podcast, ook daar in de beschrijving vind je alle linkjes terug. Voor nu. Uh, als jij alles wat met ondernemerschap te maken heeft tof vindt. En je zit te kijken op YouTube, hieronder kun je abonneren. Er staan inmiddels 1200 gesprekken op mijn kanaal. En er komen er elke week twee nieuwe bij. Dus je bent meer dan welkom. En dat geldt uiteraard ook als je naar de podcast zit te luisteren. Voor nu, dankjewel. Hoi.